I need you here in my life. You make me feel good. Come put your hands in mine. You make me feel good. Het is eigenlijk best grappig. In november heb ik al de nieuwe Fiesta mogen zien in de Fordfabriek in Keulen. Al een paar maanden heb ik de uitnodiging om hem hier te gaan rijden. En dan kwam ineens het bericht dat afgelopen maart de Ford Fiesta de best verkochte auto van Europa was. En dan hebben we het dus niet over deze gloednieuwe Fiesta, maar over het uitgaande model. Dus het is behoorlijk saillant dat je zoveel jaar na introductie ineens het best verkochte model bent. En je staat op het punt een vervanger te lanceren. Dan kan je zeggen, hadden ze even moeten wachten. Of je kan zeggen, hoe goed gaat deze vervanger het dan wellicht niet doen. Als ik het heb over de nieuwe Fiesta, moet ik zeggen dat ik hier maar één van de vier nieuwe Fiesta's heb. Deze heeft de ST-Line of ST-Line in het Nederlands. En Ford heeft in totaal vier versies gelanceerd. De ouderwetse Titanium is eigenlijk de basis Fiesta zoals je die van vroeger kent. De ST-Line, de wat sportieve versie die iets verlaagd is. Er is een vignale versie zoals we die ook al hebben van bijvoorbeeld de Edge en de Mondeo. Dus wat extra luxe, mooie interieur en als het goed is wat extra aandacht bij de dealer als je zo'n vignale koopt. En helemaal nieuw is de Fiesta Active. Die is wat opgehoogd. Dan heb je een hogere instap en Ford zegt zelf, die is voor mensen met een actieve levensstijl. Maar in praktijk is het natuurlijk voor pensionado's die een hoge instap willen. Meteen even met de ruimte beginnen, maar ook even leuk om aan te stippen als ik er langs loop. De neus van de Ford Fiesta, die is voor ieder van die vier versies erg anders. Ford heeft dat echt goed doorgevoerd. Niet alleen een klein logootje binnenin of op de stiksels van de stoel of zo. Maar die vier versies hebben alle vier een andere grill, een andere neus, andere koplampunit. Zodat je altijd kan zien welke versie er aankomt. Dat hebben ze toch wel leuk gedaan. Door naar de achterbank. Die doorlopende daklijn moet ook goed zijn voor de hoofdruimte. En als ik hier zo zit, dan... Nou, voor een B-segmenter, mijn haakjes raken een beetje het dak, mijn hoofdruimte is goed. Beenruimte. Nou, ik heb het wel eens ruimer gezien in een B-segmenter. Ook wel krapper, moet ik zeggen. Mijn voeten kunnen wel goed onder de stoel. Die even goed op de laagste stand staat. Maar ja, nou, het is net aan, laat ik het zo zeggen. Het uitstappen is moeilijker dan het zitten eigenlijk. Dus als ik hier helemaal zit, gaat het wel. Maar de ruimte in zijn klasse, dat is het niet. Dan de kofferbak. Dan vinden we een vrij hoge tildrempel. Ik bedoel, een krat bier en zo, dat moet er redelijk overheen. Het voordeel van die diepte is natuurlijk wel dat je extra liters creëert. We komen op 303 liter achterin. Hieronder dus verder niks, alleen maar de kit om de banden te plakken. Klap je de banken om, dan ga je iets omhoog en kom je op dik 980 liter. Eerst even het harde feitjes, want er zijn een aantal dingen over de nieuwe Fiesta wat ingewikkeld als we hebben over wanneer en wat. We hebben die vier versies. De auto staat al bij de dealer, het heeft Ford snel gedaan. Meestal zit er bij Ford heel veel tijd tussen. Aan de andere kant in november was het altijd al onthuld en ik rijd nu pas. Maar bij de dealer beginnen ze met Trenton Titanium, de basisversie zeg maar. Dan heb je ST-Line die ik nu rijd en de Vignale, die luxe versie. Die volgen zeg maar september, oktober. Dan heb je de Active versie en de echte ST, want die is al af. En die volgen dan begin volgend jaar. Dat is de eerste stappen. Dan de motoren. Het begint allemaal met een 1.1 driecilinder met 70 pk. Die is vooral voor de lage vanafprijs. Dat kunnen ze hier op billboard zetten. En die motor is ook met 85 pk. Dat lijkt me een mooie reële instapper. Daarboven zit de EcoBoost. Dus de 1 liter turbomotor driecilinder met 100 pk. Die komt meteen. Dan heb je met 125 pk. Die volgt ietsje later. En ik rijd nu de 140 pk. Met de introductie de sterkste variant. Maar daar wacht Nederland even mee. Daar wil een soort special edition van maken die pas veel later volgt. Dan de diesels. Er zijn in principe twee. 85 pk en 120 pk, allebei 1.5 TDSI. Maar Nederland gaat waarschijnlijk alleen die 85 pk voeren, want diesel, ja, in dit segment is het nog niet zo groot. Het wordt alleen maar minder en Ford denkt, de mensen die willen dieselen hebben aan die 85 pk genoeg. Wat Ford met de Fiesta wil doen, is hem een stuk hoger in de markt zetten dan voorheen. En dat is niet zomaar een losse gedachte, daar is een andere auto de schuld van, namelijk de Ford K+. Die auto heeft niks te maken met de voorgaande Ford K, maar die zit gewoon in het B-segment om een beetje te concurreren met auto's als Suzuki Swift, Toyota Yaris, een beetje lower B-segment. Dan moet je andere auto omhoog duwen, anders conflicteert het te veel met elkaar. En dus moet de Fiesta wat meer, ja, premium is wel heel vies woord in dit geval, maar laten we zeggen upmarket gaan in het B-segment, zodat je tegen een Volkswagen Polo aanschuurt. Eén ding was echt nodig, het interieur. Eigenlijk was dit het grootste nadeel, maar misschien ook wel het enige nadeel van de uitgaande Fiesta. Het interieur zag er gewoon heel simpel uit, heel ouderwets, heel veel plastic. Gewoon niet mooi, niet leuk, je werd er niet vrolijk van. Kijk eens even hier. Ik weet, er zijn een hoop mensen die vinden zo'n hoogscherm helemaal niks. Wen er maar aan, steeds meer auto's krijgen het, zowel van hogere als lagere segmenten. Het is voor de ergonomie heel goed, want het zit in bereik. Het zit ook goed in het zicht, dat je ook niet van de weg hoeven. En het ziet er verder heel erg netjes uit. En ST-Line natuurlijk een stapje verder. Ik heb hier een mooi leer op de handremhendel, mooi leer op mijn stuur met mooie stiksels. Maar de bediening van de klimaatcontrole, afwerking en de gebruikte materialen. Dit is zo'n stap ten opzichte van die vorige Fiesta. En bovendien hebben ze het grootste nadeel perfect aangepakt.
En dan rijd je een nieuwe auto en dan vragen veel jongeren altijd, wanneer komt de ST, de GTI en de RS? Nou, in dit geval de ST. Hij komt snel. Sterker nog, hij staat hier al helemaal af. En we zullen kunnen gaan rijden begin 2018. Nog even geduld dus. De uitgaande ST was een van de beste auto's in het segment. Ik denk tot de komst van de Peugeot 208 GTI bij Peugeot Spoor was het zelfs de beste in zijn segment. Superleuke auto. Gewoon die rijmagie zit er bij Ford goed in en dat belooft veel goeds voor deze. De specs, een 1,5 liter, jawel, 1,5 liter, 3-cilinder met turbo, 200 pk. Met cilinderuitschakeling, dus rijd je soms zelfs op 2 cilinders. En ondertussen was de grootste kracht van de Fiesta altijd zijn rijgedrag. En raad eens, dat is het eigenlijk nog steeds. Sterker nog, het is nog beter dan het was. Deze auto rijdt zo ontzettend goed, zo ontzettend leuk. Er zijn hot hatches van een jaar of 6 geleden. In dit segment die zouden al niet op kunnen tegen de standaard Fiesta nu. Nou ja, standaard, kijk, ik rijd wel die ST-Line. Die is wat verlaagd. Anti-rollbar is wat steviger, veringdemping zijn wat aangepast. Dus daar moet je natuurlijk wel eerlijk over zijn. Maar het is nog echt geen hot hatch. Het is nog steeds een basisauto met een sportief pakketje. Besturing, top, heel fijnzinnig. Het schakelgedrag. Je voelt precies wat er gebeurt en de pook is niet week. Dus je hebt altijd controle voor hele snelle schakelacties. Hè? Met aanremmen, snel terugschakelen, tussengas. Helemaal top. Onderstuur vervolgens. Ze hebben met torque factoring het zodanig gedaan. Die rem ingrepen op het binnenste wiel. Je merkt het eigenlijk niet. Als ik hier een krappe hairpin heb en dan vol gas. Je merkt niet, alle power komt helemaal uit. Maar er is geen harde tak of harde ingreep in je vermogen. De auto blokkeert niet. Het wiel slaat niet door. Het is precies het goede hoeveelheid om heel veel rijplezier te hebben. En die zweem zit zo goed door deze auto heen. Wat er goed was, is gewoon beter geworden. Een van de krachten van Ford is altijd dat ze heel veel aanbieden voor een goede prijs. En het zit hem niet eens in de auto zelf, maar vooral in de pakketten. Nou, een winterpakket is, of een veiligheidspakket, of een muziekpakket, noem maar op. Je krijgt altijd vrij veel en de meerprijs, dat valt wel mee. Opel doet het ook altijd op zo'n leuke manier. En in dit geval, of het nou over de multimedia gaat, of over het geluid bijvoorbeeld, Bang & Olufsen in de Fiesta, doe maar. Maar ook de veiligheidsopties. Ford heeft alles wat ze op de vorige Focus toen hebben gezet, doorgezet naar deze Fiesta. Autobrake, automatische cruise control, een waarschuwing met als je achteruit uitparkeert en er komt crossverkeer. Die kleine dingetjes. Je hebt eigenlijk maar één keer nodig in de 5 jaar dat je een auto rijdt en je hebt het er al uit. Hè? Ik heb de motoren al genoemd, dan nog even hoe ze rijden. Het punt is natuurlijk nu, ik rijd 140 pk, want die staat hier. Die wordt in Nederland waarschijnlijk voorlopig niet leverbaar. Maar het karakter van die 3-cilinder kan je van zeggen, het is gewoon helemaal prima. Je hebt lekker koppelon erin. Als je dat vergelijkt met die oude atmosferische motoren nog uit de vorige Fiesta, toen die kwam, is dit zoveel fijner. Ook al neem je gewoon de 100 pk variant. Gewoon lekker doen, maak je daar geen zorgen over. Relatief gezien is het niet meer de beste 3-cilinder op de markt. Ford was relatief vroeg. Wet van rem de voorsprong, dus PSA, Opel, ook de 1.0 TSI van Volkswagen. Ik vind ik fijnere 3-cilinders dan deze. Maar het basisniveau is al zo hoog dat als ik die auto's er hier niet naast heb staan, ik erger me geen enkel moment. Er is natuurlijk een reden dat die uitgaande Fiesta nog steeds zo ontzettend populair is. Het model slaat gewoon aan. Mensen waarderen het rijgedrag, waarderen blijkbaar ook het kinetic uiterlijk. En hij schijnt in een private lease een ontzettende boost te hebben gemaakt aan het eind. Zo erg dat hij is uitverkocht. Ford had zelf niet op zoveel succes gerekend aan het einde. En wat betekent het dan voor de nieuwe? Nou ja, wat Ford gewoon heel goed gedaan heeft is, laten we nou niet heel erg geforceerd gaan veranderen wat eigenlijk wel goed is. Maar laten we aanpakken waar de klachten waren. Die waren bij het interieur, dat is beter. Het rijden biedt nog wat meer verfijning dan voorheen, ondanks de dynamiek. En als totaalpakket heb je dan een auto. Ja, als jij een jonge leaserijder bent, hè, je bent 4, 25, je eerste baan, je wil een autootje die goed stuurt. Deze moet je hebben.